ik ben Rick en ik ga jullie vandaag begeleiden in het hospice. Hoi, ik ben Iris en ik ga filmen. Een hospice is een huis waar mensen in de laatste fase van hun leven komen. Als de dokter ze niet meer beter kan maken, dan komen ze hier in het hospice. Nou, we bellen even aan. Hallo. Hey. Hey Iris, hoi Rick. Hey mam. Kom binnen. Nou, mijn moeder werkt hier ook, dus dat is alleen maar leuk. Waar gaan we heen? Ja, zal ik jullie eventjes een gastenkamer laten zien? Ja, kom maar mee. Leuk. Kijk, dit is dan een kamer waar iemand verblijft. Nou, dat ziet er mooi uit. Ik zie hier, hier ruimte voor mensen, volgens mij, die op bezoek komen. Hier ligt denk ik degene... Ja, hier ligt denk ik degene. Vooral het uitzicht is ook heel mooi over, over een stukje Sassheim. Dit is dus ook de tuin waar veel werk aan besteed wordt door de vele vrijwilligers. En... Zoals we daar links zien, zien we ook een mooie ruimte waar de gasten kunnen verblijven. Om lekker in de zon, uit de wind te zitten. Nou, dat is hartstikke fijn, toch? Ja. Geniet je alsnog van de zon? Zeker, zeker. Nou, gaan we snel naar binnen, want het is koud buiten. Wat houdt het werken bij het hospice in? Nou, het werken bij het hospice houdt in dat we met een groot team van heel veel vrijwilligers, verpleegkundigen en een aantal artsen zorgen voor de mensen die hier verblijven. En helaas kunnen we de mensen die hier zijn niet beter maken. Maar wat we wel kunnen doen is met elkaar ervoor zorgen dat de tijd die de mensen nog hebben, om die zo aangenaam mogelijk te maken. Waarom is het belangrijk om naar zieke mensen om te kijken? Nou, het is altijd fijn, denk ik, als er aan je gedacht wordt. En of dat nou in de vorm van een berichtje, een kaartje, een mooie tekening is. Maar ook een luisterend oor wordt altijd gewaardeerd. Of een bezoekje bij iemand. Nou, dat is ook altijd wel leuk om te doen, toch? Welke vormen van vrijwilligerswerk zijn er binnen het huis? Oh, er zijn heel veel vrijwilligers zijn hier werkzaam. Wel boven de 100. De meeste vrijwilligers werken in de verzorging. En dat wil zeggen het verzorgen van de mensen, maar ook koffie inschenken voor het bezoek. Een ontbijt, een lunch verzorgen. Maar ook de bloemetjes op de kamer verzorgen. En verder hebben we dan nog heel veel vrijwilligers. En dan moet je denken aan de tuinman, de klusjesman, de kookvrijwilligers, een pedicure, een kapper. Het is zeker ook fijn als er nog nieuwe vrijwilligers bijkomen, want we hebben er zoveel nodig. Dus nou, als iemand 4 uurtjes in de week over heeft, neem contact op met het hospice en kom op gesprek. Je bent welkom. Dan gaan we nu Mark opzoeken, beneden in de keuken. Hallo, hoe gaat het? Goed, en met jou? Ja, goed. Wat ben je aan het doen? Nou, ik ben kookvrijwilliger en ik kook voor de gasten die hier zijn. Ik sta op het punt om de aardappels te schillen, want we gaan vanavond lekker bietjes eten. Vind ik heerlijk, stampotje. Dus ja, de aardappeltjes die moeten gejast worden, dus ik ga gauw verder. Nou, dat is hartstikke fijn. Dan hebben ze toch nog lekker wat te eten. Zeker. Waarom vind je dit werk zo mooi om te doen? Nou, ik vind het mooi om iets voor een ander te kunnen betekenen. En koken vind ik stiekem natuurlijk ook een beetje leuk, dus dat ligt dicht bij me. Maar echt voor een ander wat betekenen en dat iemand dankbaar is dat je, omdat ze het niet meer kunnen, dat ik dat voor hun kan doen. Ja, dat vind ik wel heel fijn. Ja, het ziet hier wel heel gezellig uit, maar hangt hier niet een beetje ook een sombere sfeer? Nou, kijk, het is hier heel leuk. Alleen we weten natuurlijk wel dat de mensen die hier als gast verblijven, dat die natuurlijk wel in de laatste fase van hun leven zitten. En daar zijn soms hele verdrietige momenten bij. Maar wij proberen hier met z'n allen toch een leuke tijd van te maken. Want soms liggen hier mensen echt niet een dag hoor. Die liggen hier vaak veel langer. Dus je kan een relatie opbouwen en je leert de mensen een beetje kennen, zodat je weet wat ze leuk vinden, wat ze gedaan hebben in hun leven, wat voor werk. Dus het is niet alleen maar huilen de hele dag. We hebben hier ook veel plezier.
Nou, daarmee sluiten we dit interview af. Bedankt voor je tijd. Ja, jij bedankt. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Bedankt. Graag gedaan.